Erik Graude, districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest, heeft vergunningen die verstrekt zijn voor het houden van openbare vermakelijkheden onmiddellijk ingetrokken. Dit vanwege het eerste bevestigde COVID-19 geval. De burgervader vindt dat de verspreiding van het virus op alle mogelijke manieren moet worden tegengegaan. De DC zegt dat het virus heel besmettelijk is. Dus als mensen in grote groepen bij elkaar zijn, kan het heel snel verspreid worden. En daarom hebben we dit besluit genomen, zegt de DC. Dat de noodzaak aanwezig is dat per direct alle vergunningen, dan wel toestemmingen, die verleend zijn voor openbare vermakelijkheden, tot nader orde zijn stopgezet. Met andere woorden, dat de activiteiten niet doorgaan en dat ik op de mensen die zo'n vergunning in handen hebben, het beroep doe om de vergunning in elk geval niet in werking te doen laten gaan. En ik heb het volste vertrouwen dat de mensen gehoor zullen geven. Want ook zij willen gezond blijven. Daarnaast is ook een beroep gedaan op de christelijke en de, althans laat me het anders zeggen, de religieuze organisaties. Die kerk houden en dergelijke. En ze gevraagd om indien mogelijk ook dat te vermijden. En dat de mensen in geval thuis gaan en thuis een gebed doen. Graude geeft verder aan dat zijn collega van Noordoost heeft geadviseerd om ook de markten te sluiten. Wij staan allemaal achter dit besluit, zegt Graude. En als we kunnen voorkomen dat waar er meerdere mensen bijeenkomen, dan is het raadzaam om het op te volgen. En ik denk zelf dat we niet moeten kijken naar het economisch belang. Want je kan een fortuin hebben en je bent ongezond. En in het ergste geval ga je dood. Dus ik denk dat het belangrijker is om te kijken van, desnoods lijkt nu een verlies, om dan verder gezond te gaan. De overheid schat in wanneer het een openbaar iets is. En daarom hebben we uitsluitend gesproken over openbare vermakelijkheden. Districtscommissaris Erik Graude van Paramaribo Zuidwest. Hij heeft de vergunningen voor het houden van openbare vermakelijkheden ingetrokken. Dit blijft zo totdat er meer informatie is omtrent het COVID-19-virus.